Komt er zomaar een Big Mac op mijn schoot gevlogen? Uit het niets. Spontaan. Goedemorgen. Het is 9:30 en ik heb mijn standaard YouTube filmpjes alweer gekeken. Oh, ik sta eigenlijk altijd op met Jill, Masha. Op zondag dan Vera Camila en door de week met Manon Teelstra. Maar gewoon een beetje die standaard vlogs die kijk ik gewoon 's ochtends voordat ik wakker word. En het gekke is, ik hoor mijn ouders nog niet. Normaal gesproken word ik rond een uurtje of 9 wakker van mijn ouders die wakker zijn. En dan gaan ze koffie zetten en ze gaan praten. En ja, daar word ik dan gewoon sussend wakker van. En ik denk, hey, er is leven, ik ga wakker worden. Maar ik hoor ze hebben niet. Dus het kan of betekenen dat ze naar de kerk zijn. Die begint om 9:30. Maar dan ben ik er ook niet wakker van geworden. Dus dat vind ik ook een beetje gek. Dus ik denk eigenlijk dat ze nog gewoon liggen te pitten. Ik was al met de buurvrouw aan de app. Dan ga ik straks even heen. Want we willen graag een weekendje Londen boeken in oktober. Dus wel nog even een stukje vooruit. Maar dan gewoon nu vast een beetje gaan kijken. Dus dat is echt superleuk. Het is dus echt van dat weer dat je niet weet wat je aan moet. Het is 18 graden. Het is nu zonnig, maar over 2 uurtjes gaat het regenen. Dus het is op zich wel lekker, maar het is toch ook niet lekker. Ik denk, ja, wat moet ik daar nou mee aan, weet je wel? Ik heb dan nu dit shirt aan met die split aan de zijkant en lange mouwen. Maar op zich zou korte mouwen ook wel kunnen. Alleen het gaat regenen. En ja, ik wil naar de buurvrouw straks. Ik weet gewoon niet wat ik met dit weer aan moet. Doe gewoon of zon of kou. Ik ben sowieso qua kleren, ik ben echt weer een wintermens. Ik hou wel laagjes over elkaar. Ik vind jurkjes ook leuk, maar ja, een jurkje is een jurkje. Heb je een jurkje aan en klaar. Heel leuk, maar ik hou gewoon van dingen combineren en laagjes over elkaar. Ik ben gewoon echt een winterkledingmens, daar hou ik van. Echt, oh, heerlijk. Maar als het natuurlijk om het weer gaat, hou ik dan wel weer meer van de zomer. Dat is een beetje het moeilijke. Papa en mama hebben een gebakje voor mij meegenomen. Dit wordt mijn ontbijt. Oeh, dat is goed ontbijt. Goed, hè? Ik zei het toch? Annemieke van Dijk, die zei het heel veel over zelf. Ja, wat een kleine kwartje kocht, ik ga maar even op de boven staan. Dit is weer om naar de strand te gaan. Ja, wow. Ik waren eigenlijk gewoon van plan. Nee. Dat is echt niet best. Je kussens worden wel nat, hoor. Nee. Zo precies niet, hè? Nou. Wij zijn weer volop soeps aan het kijken. Alleen we hebben heel even een pauze, want de zon scheen een beetje. En de hele dag voor tv zit ze ook zo wat. Kijk, deze pioenen. Deze is aan het uitkomen. Zo mooi. Pioenen zijn echt mijn favorite. Deze is eigenlijk al een beetje aan het verwelken, maar geeft niet. In de gang staan er trouwens ook 2. Kijk of die al uit zijn. Oh, deze is eigenlijk ook al aan het verwelken. Maar ik hou er wel van. Ik ben nog steeds niet opgemaakt en ik loop nog in mijn pyjama broek, maar ja, we kijken toch zoet en doen een beetje lekker chill. We gaan met mijn vlogs aan het vooruitwerken, alleen het exporteren lukt niet, dus gelukkig werk ik vooruit. Maar dan moet ik wel oplossen. Oeh, bam, mijn hand tegen de deur. Komt er zomaar een Big Mac op mijn schoot gevlogen? Spontaan! Zo'n gezonde maaltijd weer. Ik hou altijd de burger eraf. Hij is een beetje crazy. En de augurken. Ja. Yummy. Duitsland tegen Slowakije, 1-0. I don't believe you. You're calling Rachel as your first witness? Sure. I did that to Rachel for you, and if you can't see that, you can't win this trial. I can, and I will. That's enough. Het is 11:00 s'avonds en we hebben het punt bereikt dat we alle Suits afleveringen hebben gekeken. Ik had het met mijn vader over, die zei... We hebben sowieso seizoen 5, echt serieus, in 2 dagen gekeken. 2 dagen. Niet normaal, we hebben vandaag 8 afleveringen. Nee, meer dan 8. Bizar, we hebben de hele dag gekeken. Volgens mij hebben we 10 afleveringen gekeken. Dat is gewoon echt bijna 8 uur of zo. Dat is niet normaal. Maar ja, het was gewoon een heerlijk dagje. Het was een beetje buiten regenen het. En we zijn heel erg gestopt toen ze middels de zon scheen. En verder hebben we gewoon alleen maar Suits gekeken. En ik heb voetbal gekeken tijdens het eten.
Omdat je dan toch moet concentreren of zo, weet je wel. Suits is echt wel een serie waarbij je wel geconcentreerd moet zijn. En als je dan aan het eten bent, dan ben je al niet geconcentreerd genoeg, zeg maar. En op een gegeven moment wilde ik toch voetbal ernaast kijken. Dus heb ik mijn laptop ernaast gezet, zodat ik af en toe een beetje kon opletten. Ik heb Suits natuurlijk al een keer gezien, dat scheelt. Maar ik was zoveel vergeten, ook van deze laatste afleveringen, die dan voor mij maar 4-5 maanden geleden zijn. En het was weer zo spannend en ik had weer tranen in mijn ogen. En... Maar ja, we hebben echt verder geen reet uitgevoerd vandaag. En ik heb weer McDonald's gegeten. Oh, maar ja, deze week ga ik het gewoon echt weer aanpakken. En geen smoesjes. Ik heb vorige week echt druk gehad. Dat zei ik gisteren ook. Ik weet niet meer precies meer waarmee. Want waar heb je druk mee als je niet werkt? Maar echt, ik heb het echt heel druk gehad. En ik heb nu... ondertussen met Soes ben ik dan ook aan het editen en zo. Dus ik zorg wel dat ik een beetje bezig ben. En ik heb nu de bruiloftsvlog gedaan. Die ga ik nu nog even afmaken. Want dan moet ik ook muziek en zo onderzetten. En ja, dat is een vlog waar ik gewoon net eventjes wat langer mee bezig ben. Wat net iets meer energie kost. Maar die super leuk is om te doen. En aangezien ik vrij lang in mijn bed heb gelegen, ben ik nog niet moe. En dat betekent dus dat ik tot en met vrijdag al gedaan heb. En die ga ik dan morgen bij Nick er even opzetten. Dan kan ik de rest van de week me ook focussen op solliciteren. Lekker sporten. En oh, het is zo fijn om echt goed vooruit te werken. En ja, ik moet ook wel vanwege het internet natuurlijk. Maar dat is wel goed, want dan kun je het daarna ook loslaten. En dan kan ik me ook gewoon... Ja, ik moet nog een vrijdag video, maar daar heb ik al genoeg ideeën voor. En als ik daar eventjes 3 uurtjes in steek, dan... gaat dat ook goed komen. Ik heb wel dinsdag afgesproken om met Bernie naar de film te gaan. Maar het moet toch ook kunnen, hallo. Oh, wat een heerlijke luie dag. Ik ga nog even deze vlog afmaken. En dan ga ik richting mijn bed. Er is een hele grote mot hier waar ik heel bang voor ben dat die op mijn hoofd gaat zitten. Ik hou echt niet van motten. Geef me maar 10 muggen. Maar motten, ik vind motten echt heel vies. Zien hem fladderen? Oh, het is een... Oh nee, hij gaat richting boven. Oh nee, waar gaat hij nou heen? Ik zie hem niet meer. Oh, ik vind het zo vies. Kijk, hij zit daar in de hoek bij het gordijn. Oh, nou verdwijnt hij weer. Ik ga snel naar boven, want ik word echt bang van het beest. Ik lig erin. Ik heb echt mijn hele gezicht ingesmeerd met die Elizabeth. Waar is die? Arden. Ik ben er echt super blij mee. Oh. Want mijn lippen zijn echt helemaal hersteld en super zacht, super, super fijn. Dus ik heb nu ook echt mijn hele gezicht ermee gedaan. Ik dacht, nou ja, het is me goed bevallen, dus hé, waarom niet? Het heet ook gezichtscreme, dus is dit ook gezichtscreme? Ik zit ineens te twijfelen, volgens mij had je meerdere soorten. Ja, het is gewoon een crème. En een crème kan op je gezicht, niet waar? Haha, ik had dus vannacht een mug op mijn kamer en die heeft me best wel lek gestoken. En ik hoop dat die nu weg is, maar ja. Komen we vanzelf wel achter. Ik heb altijd, als je niet krabt, dan voel je ze niet. Maar ik heb er nu dus 3 die ik vaak per ongeluk dan aangezeten heb. En nu jeuken ze. Dus dat is jammer. Maar helaas ook echt eentje op mijn kleine teen. Kan het erger? Oh, echt. Ja, ik heb echt zo'n hekel aan muggenbulten. Ik heb een hekel aan motten. Ik heb een hekel aan beesten. Aan insecten. Niet aan beesten. Maar wel, nou ja, maakt niet uit. Als het echt lekker weer is, dan kan ik ze ook accepteren omdat het lekker weer is. Maar het is geen lekker weer en toch hebben we muggen. En dan kan ik het niet accepteren. Ik ga lekker slapen. Morgen weer een frisse nieuwe dag. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En dan zie ik je morgen. Welterusten. Goedemorgen. Of eigenlijk middag.